Waarnemend president Ashwin Adin heeft vanmorgen tijdens de buitengewone openbare vergadering van de Nationale Assemblée de conceptbegroting voor het dienstjaar 2018 ingediend. Het staatshoofd overhandigde het bekende koffer met daarin de concepten aan voorzitter Jenny Simons. In zijn presentatie gaf Adin aan dat het totaal van de geraamde overheidsinkomsten voor het komend dienstjaar ruim 7,1 miljard is. De geraamde uitgaven daarentegen bedragen in totaal ruim 8,6 miljard SRD. Er is dus een tekort van iets meer dan 1,4 miljard Surinaamse dollar op de begroting. De waarnemend president legt in zijn korte presentatie over de ontwerpbegroting 2018 uit dat het tekort gelijk is aan 5% van het bruto binnenlands product, BBP. Nader uitgesplitst bestaan de totale overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2018 uit. Operationele uitgaven ad SRD 2 miljard 964 miljoen 737.000. Terwijl de programma's een totaalbedrag bestrijken van SRD 5 miljard 659 miljoen 103.000. De operationele uitgaven hebben betrekking op de personeelsgerelateerde overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van lonen, salarissen, sociale premies. Met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt met name bedoeld de kosten van goederen en diensten, subsidies, bijdragen en schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en kleine onderhoud aan gebouwen en terreinen. Voorafgaand aan de indiening van de begroting heeft de waarnemend president de gebruikelijke jaarrede gehouden. Deze rede is door president Desiree Bouterse voorbereid. Vanwege het tijdelijk neerleggen van zijn functie is de vicepresident belast met de waarneming van het presidentieel ambt. In die hoedanigheid heeft hij dus de jaarrede gepresenteerd. Volgens Adin is er op een enorme goudsfonds van circa 44.000 kilogram in Klein Saramakka gestuit. De regering heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend met de multinational IM Gold. Hierin is overeengekomen dat van al het goud dat in de komende jaren in dit gebied geproduceerd wordt, 30% rechtstreeks aan Suriname behoort, gaf het staatshoofd aan. Dit is van groot belang voor de werkgelegenheid in ons land. Het vergroot en intensificeert eveneens de activiteiten van de toeleveringsbedrijven van ons land. Dit alles valt gunstig uit voor de economie, waardoor ons volk er ook wel bij zal varen. Toen dit nieuws rond de eerste week van september bekend werd, mevrouw de voorzitter, was Suriname op de internationale beurzenmarkt gedurende 24 uur hot item. Een zeer bijzondere situatie. De internationale zakenwereld werd wakker geschud door deze goudfonds in Suriname en de animo van de investeringswereld om in Suriname te investeren groeit sindsdien ziende ogen. Wij moeten een daadkrachtige investeringsorganisatie deze groei van investeringsbelangstelling voor ons land gaan oogsten. Aldus waarnemend president Ashwin Adin, hij presenteerde vanmorgen in een buitengewone openbare vergadering de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2018 aan de Nationale Assemblée. Daarvoor heeft hij de gebruikelijke jaarrede aan het parlement gepresenteerd.